Hoi allemaal, weten jullie wat de regering doet? En wat doet de Tweede Kamer? En heb jij wel een soort van democratie? Zo mag je als je 18 bent stemmen. Maar waarop? Op de beste zanger? Op jouw favoriete held? Want waar mag je dan op stemmen? Deze bijzondere uitzending maken we samen met de burgemeester van Breda. Regering, Tweede Kamer, democratie, verkiezingen, allemaal best lastig. Maar ja, wel heel erg belangrijk. Ga dus stemmen, 15 maart. Stemmen is helemaal niet moeilijk, dus het is cool. Dus doen, hè? Wilt u vertellen wat de regering doet? Ja, dat wil ik wel vertellen. De regering eigenlijk zeg maar bestuurt het land, bestuurt Nederland. Dus als er een probleem is, bijvoorbeeld als er te veel mensen werkeloos zijn, dus geen baan hebben, dan moet de regering bedenken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen weer aan het werk komen? Als het onveilig is in Nederland, moet de regering bedenken, wat kunnen we eraan doen om ervoor te zorgen dat Nederland er veilig wordt. En de regering maakt daarvoor plannen. Daar vergaderen ze heel lang over, praten ze heel lang over. Maar die plannen zijn wel belangrijk voor bijvoorbeeld hier in Breda. Over waar kinderen naar school kunnen. Waar je opa en oma eventueel verzorgd kunnen worden, hoe ze verzorgd worden. Allemaal hele belangrijke zaken waar de regering over gaat. En weet jij wat de regering doet? Ja. Ik denk regeren over het land. Ik denk dat de regering wetten maakt over het land. Volgens mij regeren ze over ons en ons land. Ik zal het niet weten. Misschien doen ze helemaal niks of zo. Helemaal niks. En burgemeester, wat doet de Tweede Kamer? Ja, de Tweede Kamer praat dan met de regering over de voorstellen die de regering doet. En de Kamer zegt dan, zijn we het eens met die voorstellen? Vinden we bijvoorbeeld als we ergens een grote weg aanleggen, wat de regering voorstelt, zijn we daarmee eens. En dan vergaderen ze over in Den Haag, in het Binnenhof. Misschien dat je het wel eens hebt gezien op tv. En dan praten ze heel erg lang en dan zorgen ze ervoor dat uiteindelijk met de regering de juiste beslissing worden genomen en het probleem van Nederland wordt opgelost. En weet jij wat de Tweede Kamer doet? Volgens mij wetten maken over... Ja, dat weet ik niet. Ik denk wetten maken over iets. Ik weet niet meer precies wat. De Tweede Kamer maakt de wetten en daarin wordt gestemd over de wetten. Maar naar mijn mening gaat het veel te weinig over skateboarden. Daar lunchen de mensen die daar werken of zo. Daar lunchen ze. Keuken. Ik zou het niet weten. Is het gek als ik het niet weet? Volgens mij maken ze wetten, dacht ik. Ik heb wel eens gehoord van democratie, dat is best een moeilijk woord. Maar is het ook moeilijk om uit te leggen wat het betekent? Ja, democratie is inderdaad een heel moeilijk woord. Het komt van het Grieks. En het betekent dat uiteindelijk het volk, de demos, het voor het zeggen heeft. Want het volk, wij met z'n allen, kiezen de Tweede Kamer. En wij met het volk zorgen dus voor dat we uiteindelijk gaan over wie namens ons de regels mogen maken. En dat is democratie, want dan kun je namelijk zien dat datgene wat in Den Haag gebeurt, dat het eigenlijk gebeurt omdat wij dat graag willen. Ja. Maar vertel eens, weet jij wat democratie is? Ja, dat weet ik. Dat is dat het land mag meebepalen over wetten. Democratie, dat is volgens mij dat mensen uit het land mee mogen stemmen over de regering. Volgens mij betekent dat de mensen hier in ons land mee mogen beslissen over hoe het gaat. Bij de regering en bij alle wetten eigenlijk. Ik heb geen idee. Het klinkt als een Pokémon of zo. Ik denk een videogame of zo. Dat je dan iets zelf mag beslissen? Een beetje een moeilijk woord. Maar volgens mij is het dat mensen mogen stemmen over de regering. Maar hoe werkt democratie dan? Ja, de democratie werkt als heel veel mensen gaan stemmen. Want de democratie gaat erover dat mensen aangeven wat ze willen met Nederland. En mensen mopperen wel heel vaak over datgene wat er daarna gebeurt. Ze mopperen heel vaak over datgene wat de regering doet of wat de Tweede Kamer beslist. Maar uiteindelijk kunnen mensen invloed hebben op datgene wat daar gebeurt. Ze kunnen invloed hebben op datgene wat gebeurt in de Tweede Kamer. En welke beslissingen daar worden genomen. En welke regering er komt. Maar dat lukt alleen maar als mensen gaan stemmen. Dus geef aan je ouders, aan je ooms en je tantes en aan je juf. Ga stemmen. Want dat is belangrijk. Een democratie werkt alleen als mensen gaan stemmen. Lijkt jou het wat
om het land te besturen? Zou jij het cool vinden om in Den Haag te werken? Dat Kamerlidmaatschap, is dat nou eigenlijk leuk? Hoe word je dat? Is het een moeilijk vak? Chattime gaat het vragen. U woont in Breda en werkt in Den Haag in de Tweede Kamer. Hoe vindt u dat? Dat vind ik ontzettend leuk. Ik vind het heel mooi dat ik dat mag doen. Vooral omdat ik overal een mening over mag hebben, dat ik overal over ga. Maar ook dat ik heel veel leuke bezoeken mag doen. Zo ben ik bijvoorbeeld al bij de brandweer geweest. Ik ben mee geweest bij de ambulance. Dat vind ik wel heel tof. En wat doet u eigenlijk als Tweede Kamerlid? Nou ja, als Tweede Kamerlid bepalen we eigenlijk een beetje hoe de wetten van Nederland eruit zien en waar we ons geld aan uitgeven. En daar beslissen we met 150 Kamerleden over. Wat doet de Tweede Kamer eigenlijk voor kinderen? Nou, eigenlijk best wel heel veel. We kijken bijvoorbeeld hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen goed onderwijs hebben. Maar dat er ook voldoende geld is om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen sporten. Ook als ze papa's en mama's wat minder geld hebben. Maar bijvoorbeeld ook om te kijken dat de auto's wat schoner worden, zodat er een schone lucht is voor alle kinderen. En we zorgen niet alleen voor de kinderen hier in Nederland, maar we kijken ook over de Nederlandse grenzen heen. Bijvoorbeeld voor kinderen die gevlucht zijn of die nog steeds in Syrië wonen. Die proberen we ook een beetje, hoe moeilijk dat soms ook gaat, te helpen. En merken kinderen dat allemaal ook? Dat hoop ik. Dus ik hoop dat je vandaag een fijne les hebt gehad. En ik hoop dat je kunt sporten. En als dat niet zo is, dan moeten we aan de bel trekken. Dan moeten we het beter maken. Bijvoorbeeld gaat het ook niet altijd goed. Er worden nog steeds heel veel kinderen gepest. En dan gaan we daar ook het gesprek over aan in de Tweede Kamer. En dan kijken we wat we kunnen doen om pesten te verminderen. En te zorgen dat alle scholen dingen opdoen, zodat het niet meer voorkomt. Regering, Tweede Kamer, democratie, verkiezingen. Allemaal best lastig. Maar ja, wel heel erg belangrijk. Ga dus stemmen, 15 maart. Zo moeilijk is het niet. Er zijn veel stembussen en de kids in Breda zijn jullie al voorgegaan. Maak dus gebruik van je recht om te gaan stemmen. En laat weten aan Den Haag wat jij graag wil met Nederland. Ga dus stemmen. Stemmen is helemaal niet moeilijk. Het is juist cool. Dus doen, hè?